Dit is Groegeraard TV. Vandaag interviewen we ex-materiaalman van ADO Den Haag, André van S, a.k.a. Taki. Wat betekent ADO Den Haag voor jou? Ja, dat betekent alles voor mij. Net wat ik zeg, vanaf mijn 14e, 15e was ik continu alleen maar met ADO bezig. En ik heb mijn school wel afgemaakt en een middelbare opleiding gedaan. Maar ja, daarna heb ik alles zeg maar, zo aangepast aan ADO, zeg maar. Eventueel werk, maar wel werk waar ik mee kon schuiven. Dat ik qua wedstrijden en trainingskampen, dat ik daar wel altijd aanwezig was. Ik heb denk ik een jaar of 25, 30 geen vakantie gehad. Omdat ik al mijn dagen waren op. Gedurende het seizoen met de wedstrijden en trainingskampen. En dan blijft er niks meer over. Je bent 30 jaar lang materiaalman bij ADO geweest. Wat vond je zo leuk aan die functie? Nou ja, het leuke is natuurlijk dat je begint als supporter als je heel jong bent. En dan rol je er steeds meer in. En ja, dichter bij het vuur kan je niet komen natuurlijk. En als supporter is dat natuurlijk het mooiste wat er is. Om zo dicht bij het vuur te zitten. En ja, alle wedstrijden mee te maken uit en thuis. En omgang met de spelers en met de staf. Dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. John van Zweden hoorde dat we jou gingen interviewen. En hij zei, je moet eens naar de anekdote over John Lindfort vragen. Wat is dat voor anekdote? Ja, dat is een goeie. Nou ja, John Lindfort, ik weet wel, een van de eerste keren dat we hier zo in het Zuiderpark, in het bestuurskamer was dat eigenlijk vroeger, na de wedstrijd. En dan vroeg hij in het Engels aan John, John wil nog een biertje? En dan zei hij heel droog van, wat? Is het gras groen? Is de zee zout? Slaat P op de rug? En iedereen die wist precies wat hij bedoelde natuurlijk. Dus iedereen lag in de deuk. Dus dat is gedurende die tijd met hem is dat echt een joke geworden die meermalen terugkwam. Hij is een geweldige gozer. Hij heeft ook een mooie uitspraak gedaan. Hè? Van thuis ben ik een echte familieman, maar ik ben alleen nooit thuis. Dat soort dingen. Dat was John Lindfort. Ja. En kijk, ik heb hem natuurlijk maar een half jaar hier meegemaakt. Maar een paar maanden geleden was hij bij ons in het stadion. En gelijk koek en ei en gelijk gezellig. En onder elkaar heb ik hem nog naar het station gebracht. Hij zegt, ik ga weg. Hij zegt, kan je me naar het station brengen? En dan ging ik nog naar Sittard toe. Dus, wereldgozer. Hij zegt, joh, als je naar Engeland komt, hij zegt, meld je maar. Hij zegt, ik regel eten, slapen voor je. Hij zegt, geen probleem. Dat is ook een mooi verhaal over een andere Engelstalige speler, hè? De Schot Kevin Price. Ja, die was, die was net zo gek eigenlijk. Was een van zijn eerste wedstrijd, had net zijn clubkostuum opgehaald. En gingen we na de wedstrijd even een uurtje naar de marathon. En de mensen die de marathon kennen, die weten dat je dan een bruggetje over moet en dan naar de ingang. En er stond een rijtje, dus iedereen stond netjes te wachten voor het bruggetje, dat hij er overheen kon en dan kon je naar binnen. En wij staan zo te wachten en hij is clubkostuum, zijn tasje bij hem met zijn tickets, zijn hotel vouchers en weet ik veel, zijn paspoort, alles. Zijn lenzen. En hij zegt, wat staan we hier te wachten? Hij zegt, we kunnen toch naar binnen? En hij loopt zo naar binnen. Maar hij dacht dat gras was. Maar dat was dus een kroos wat over een sloot lag. Dus hij liep met zijn nieuwe clubkostuum, liep hij zo de sloot in. Dan heb hij ook tijd lang moeten horen. Hey, toenmalig directeur Piet Jansen bracht na 30 jaar ADO Den Haag de boodschap dat jij je koffers kon pakken. Wat ging er toen door je heen? Ja, van binnen heel veel. Maar ja, naar buiten toe, wat kun je er tegen doen als iemand dat beslist? Ja, dan kun je gek gaan doen of met stoelen gaan gooien, maar dat heeft toch geen zin. Het erger was nog, hij wilde dat ik per direct opstapte. Maar
Er was trouwens op de middag voor Heracles thuis. De dag daarna werd Maries ontslagen. En ik de middag voor de wedstrijd, heel toevallig. En hij wou per direct. Hij zei, ja, ik snap als je naar huis wil, want ik zou al aankomen. Ik zei, nou, ik zeg, de enige die me weg kan sturen is Maries. Ik zeg, als Maries mij niet meer wil hebben, dan ben ik weg. Ik zeg, maar ik denk dat deze wedstrijd toch wel heel belangrijk is. En daarom zal ik het ook voor de wedstrijd niet kenbaar maken. Ik zeg, want die wedstrijd is daar te belangrijk voor. En toen hebben we later... De spelers en de staf die hebben dan voor elkaar gekregen dat ik gewoon het seizoen normaal uit kon maken. Dus toen ben ik in mei, zeg maar, bij 1 juni ontslagen. De spelers en de staf die hebben dat geregeld voor jou? Ja, ja, want hij wilde in principe eerst per direct. En toen zei hij van, doen we het over 2 of 3 weken. Nou ja, en die spelers en de staf hebben dan voor elkaar gekregen dat ik gewoon normaal het seizoen af kon maken. Dat het gewoon normale manier klaar was. Ik heb een aantal mensen in jouw omgeving gesproken en die waren bang dat je jezelf wat aan zou doen door deze beslissing. Hoe terecht was de angst? Nou, nee, dat zie ik zelf niet zo zwaar in. Kijk, tuurlijk ben ik er doodziek van en het is heel mijn leven. Dat heb ik ook tegen Piet gezegd. Ik zeg, je neemt niet alleen mijn baan af. Ik zeg, maar ik zeg, heel mijn leven is gewoon naar de kloten. Nou, ik zeg, wat ADO FC Den Haag is gewoon mijn leven. Ik zeg, dat komt wel eventjes even aan. Maar ja, toen ik ontslagen werd, had ik al 10 jaar lang een kaart voor het leven. Die had ik al gekregen toen ik 25 jaar vrijwilliger was. Dus ik ga gewoon alle thuiswedstrijden ben ik er. En ik ga 1 of 2 keer in de week ga ik naar de training kijken. En dan zie ik ook jongens op de tribune die ik hier vroeger in het Zuiderpark al mee heb gemaakt bij de trainingen. Dus ja, dat is een beetje compensatie. Alleen, ja, het blijft pijn doen. Het doet nog steeds... Ik merk het ook aan hoe je erover praat. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk, het is gewoon je leven natuurlijk. Is Piet Jansen nou de grootste paardenlul die je in 30 jaar ADO hebt meegemaakt? Of zijn er nog grotere paardenlullen? Nee. Wel een naam, hè? Ja, nee. Dit is wel de grootste, denk ik. Maar ook omdat hij... Ja, het is gewoon weer iemand die eventjes aankomt vliegen. En dan binnen een jaartje wordt het hem voor zichzelf te heet onder zijn voeten. En dan wat hij dan aanricht... Kijk, buiten mijn verhaal... Zou hij nog wel meer dingen naar de klote geholpen hebben of verkeerd hebben aangepakt. En als het dan te heet onder zijn voeten wordt, dan is hij zelf weg, ja. Daar word je natuurlijk niet wijzer van als club zijnde. En dat hebben we de laatste jaren natuurlijk te veel gehad. Voor de club is dat erg slecht natuurlijk. En nou is jouw bijnaam Taki. Hoe kom je aan die bijnaam? Ja, dat is al heel oud. Ik denk dat hij al een jaar of 25 oud is of zo, die naam. Ik had vroeger heel lang zwart haar met een Haags matje en een snor. En toen de tijd, moet je maar eens terugzoeken, had je in Italië een keeper bij Juventus en van het nationale elftal. Tacconi heette die. Tacconi. En die jongens toen, Marco Meijer en Carlos onder andere, die vonden dat ik daarop leek. En toen de tijd had iedereen een bijnaam. Dus dan was het eerst Tacconi. En dat is later dan Taco Taki geworden. Dus sindsdien heet ik Taki. Je zal in je 30-jarige carrière als materiaalman vast heel wat Haagse voetbalhumor hebben meegemaakt. Welke grap is je nou het meest bijgebleven? Ja, het zijn er wel heel veel. Ja. Dat zeg ik. Ik heb altijd gezegd van ik heb spijt van dat ik echt... Dat ik niet elke dag 1 of 2 zinnetjes of dingetjes op heb geschreven wat er gebeurd is. Dan had ik denk een aardig boek kunnen schrijven. Want ja, in de loop der tijd, je weet nog wel heel veel dingen. Maar het gaat allemaal een beetje verwateren en een beetje door elkaar heen lopen. Van wie was er wel bij, wie niet. Maar ik weet nog wel eentje in mijn lijstje, waar we op trainingskamp. En Pim van der Meent, de trainer, die deed nooit zijn kamer op slot. En toen hadden Heini Otto en Karel Bouwens, die hadden
het plan opgevat om hem te laten schikken. Dus die gingen in zijn kast zitten. En die hebben een uur in die kast gezeten. En ondertussen zaten ze elkaar een beetje op te fokken. Van nou, als hij nou dadelijk komt. En misschien schikt hij wel echt. Misschien krijgt hij wel een hartverzakking of zo. Ja, ook wel link eigenlijk. Dus die hebben met z'n tweeën uur in die kast gezeten. En toen zijn ze er maar weer uitgegaan. Toen zijn ze maar weer weggegaan. Want het einde duurde te lang. En ze durfden denk ik toch niet hem echt te laten schikken. Want misschien had hij er wel in gebleven. Er waren nog meer trainers die hun deur niet op slot deden. Want ik hoorde ook wel eens een verhaal over twee spelers die een giet uit elkaar hebben liggen trekken in de kamer van in de hotelkamer van een trainer. Ja, dat was dezelfde trainer. Dat was ook van de gemeente. Maar niet dezelfde spelers? Nee, niet dezelfde spelers. Dat zeker niet. Die waren het niet. Ik kan geen namen noemen, maar... Ik kan me voorstellen dat je wel de pleuris lacht als je zoiets meemaakt. Ja, zeker. En iedereen, want er stonden 5 of 6 man aan de deur te kijken en te luisteren. En toen, soms ook aan te moedigen, of niet? Op het laatst was er eentje zo slim, die schoot dat meisje helemaal stijf in het Engels. En toen de volgende dag kregen we problemen. En toen zei ze van, ja, mijn vader heeft een hele hoge functie in de regering. Of in het stadsbestuur. En jullie komen echt het land niet uit. Dus er moesten excuses aangeboden werden. Anders hadden we echt een probleem gehad. Prachtig verhaal. Hey, volgens Rick Hogendorp ben jij een enorme liefhebber van kaartspelletjes. En moet ik dan denken aan strippoker? Nee. Poker sowieso niet. Meer klaverjassen en zwikken hebben we bij ADO veel gedaan. Veel. Hey, hoe vuurwapengevaarlijk ben jij? Nou, ik zou niet weten. Niet. Nee, ik hoorde van Jeffrey Huff, die zei dat hij uit betrouwbare bron vernomen had dat jij vroeger wel eens met een kanon in je broekzak in de spelersbus zat om de boel in de gaten te houden. Nee, daar weet ik niks van. Als het wel zo was, zou je het ook zeggen. Ja, nee. Diezelfde Huff zei ook van ja, hij is ook de koning van de Bacardi, want als iedereen rollend de tent uit ging, stond hij nog op zijn benen. En daar had hij wel respect voor. Nou, dat zegt veel als Huff daar respect voor hebt. Maar is dat wel waar? Of, Nou ja, vroeger wel. Ja. De laatste tijd niet meer, maar... Maar vroeger kon ik een redelijk drankje drinken. Ja. Hey, wat doe je eigenlijk tegenwoordig, André? Tegenwoordig niks. Solliciteren. Dus. En dat gaat niet goed waarschijnlijk, want anders dan... Nou ja, het solliciteren gaat wel aardig, maar ik ben daar bijna 2 jaar werkloos. En ik heb in 2 jaar tijd 1 keer een gesprekje gehad ergens. Dus ja, zo goed gaat het. Maar ja, ik heb... De recessie tegen, mijn leeftijd tegen. En nu zijn er nog meer dingen die allemaal tegen gaan zitten dadelijk. Dus, ja. Maar wat voor werk zoek je? Nou ja, een beetje... Ik heb natuurlijk nooit veel gedaan in mijn carrière. Ik heb ADO gezeten en ik heb vroeger op de taxi gereden. Maar de taxiwereld, dat is gewoon een einde oefening. Dat is gewoon een dood paard. Maar ik, een beetje bezorgdienst, bode, dat soort dingen zoek ik het een beetje in. Oké, nou ja, mochten de Haagse bedrijven kijken die dit zien en denken, jullie André van Nes, die kunnen we wel gebruiken. Dan kunnen ze altijd contact opnemen met de Facebook van Groen Hart, denk ik, toch? Tuurlijk. Ik ken altijd. Hey, bezoek je nog wedstrijden van ADO Den Haag? Net zei je van wel, hè? Maar hoe voelt dat dan om die wedstrijden te bezoeken? Nou ja, het is wel. Kijk, het is natuurlijk vroeger zat je er natuurlijk middenin en had je natuurlijk voelde je al die spanning. En nu zit je wat relaxter. Maar ja, dat zeg ik. Op de tribune kom je natuurlijk ook altijd bekende mensen tegen. Ik ben alle thuiswedstrijden bij elkaar. Dus, kijk, uitwedstrijden heb ik in 30 jaar heb ik wel gezien. Al die stadions en de gedoe. En zeker met, als supporter bij uitwedstrijden, gedoe met kaarten en zo. Daar heb ik allemaal geen zin meer in. Hey, stel dat je morgen terug kan komen bij ADO Den Haag. Dan neem ik aan dat je daar geen moment over na hoeft te denken. Nee. Daar hoef ik niet over na te denken. Nee.